We vinden dit heel vervelend en willen onze welgemeende excuses aanbieden. Ik weet dat dit eruit ziet als een setup voor een ontzettend slikke livestream. Maar net als een big tech bedrijf zien wij er op dit moment van de buitenkant veel beter uit dan dat we achter de schermen voorbereid zijn. Er zijn een aantal dingen die we niet aan de praat krijgen. En we willen heel graag jullie van een hele goede livestream voorzien. Waarbij we een te gekke kick-off maken voor ons Dotsorry project. Dus het enige wat wij kunnen zeggen is... Sorry. We hopen dat u onze excuses kan ervaren. Dat u volgende week weer, maar maandag de 29e klaar zit om toch ons kick-off te zien. Zelfde tijd, andere dag. Sorry.